ik ben mevrouw Nina Daniels en ik ben momenteel de rechterhand van Tineke Tielman, onze directrice van de Summer Academy. Ik ben Arno, ik ben hier de monitor die fotografie geeft. Ik werk voor Piazza voor jongeren te helpen in de vakantie. Dus ik ben Tineke Tielman en ik ben nu de directeur van de Summer Academy. Ik ben Lien, ik ben vrijwilliger bij Summer Academy en ik ben 22 jaar. Ik zou heel graag naar Zuid-Afrika gaan, gewoon omdat het daar heel mooi is. En gewoon voor de cultuur en zo ook eens mee te maken daar. Ik vermoed dat het in Cambodja zou zijn, omdat mijn zus daar woont. En dan kan ik haar bezoeken eigenlijk. En daar misschien wel bij haar gaan wonen, dat zou wel leuk zijn. Dat zou waarschijnlijk de ruimte zijn, omdat ik heel graag gewoon de aarde eens vanuit de lucht en een afstand wil zien. Ik heb een paar jaar geleden een half jaar in Zweden gewoond, in Malmö. En ik vond dat daar echt super mooi en super leuke stad. Dus ik zou zeker, ja, ik ga er nog vaker naartoe, maar ik zou eigenlijk gewoon altijd terug naar daar gaan. 1, 2, woehoe! Altijd leuk als je goede vrienden rond je hebt en leuke familie en leuke dingen kunt gaan doen. En ja, dat je gewoon een toffe omgeving hebt. Dus mijn droom is dat dat ook gewoon zo kan blijven. Heel stiekem de positie van mevrouw Tielman innemen. Maar... dat zal dan wel gelukkig zijn. Zijn, dat is eigenlijk heel simpel. Veel reizen eigenlijk gewoon. Ik denk dat ik dat zou investeren in vastgoed en dan eigenlijk doen alsof ik dat niet heb gewonnen. En gewoon eigenlijk leven, want eigenlijk word je echt heel zwartdenkend en negatief van geld. Dus ik zie daar ook geen logica in om dat in mijn leven te steken. Ik zou alle mensen een ruimteschepen steken, van de aarde halen, de aarde helemaal witwassen, atoombommen smijten, alles plat, terug wilde natuur en dan die terug op aarde zetten en dat alles terug gaan opnieuw kan beginnen, zonder technologie en zo. Zelf een huis kopen. En zien dat je oké ziet voor de rest van je leven. Maar ook een beetje delen met je familie en je vrienden die het verdienen. En die het nodig hebben. Ik denk dat ik zo eens een heel duur groot kunstwerk zou kopen. En dat dan zo in het midden van mijn appartement zou hangen. Met zo een touwtje bij voor de bezoekers met een bordje bij.